Technisch snel gefixt geven Juri en Dries elke week enkele tips om je huishouden net iets makkelijker te laten verlopen. Azijn kan in veel gevallen een wondermiddel zijn in het huishouden. Bijvoorbeeld, we kunnen het gebruiken als ontvetter. We zijn bezig aan de afwas. We hebben hier een zeer vuile kom. We gaan daar wat azijn in doen, wat mengen met warm water en dan even laten weken. Zodanig dat het vet loskomt. Voilà, dan doen we daar een beetje warm water bij. En terwijl we de rest van de afwas doen, laten we die gewoon even staan. Je kunt dat eigenlijk ook zelf gebruiken om vetvlekken van tapijt om die eruit te halen. Tapijten die kan je eigenlijk niet wassen. Heel klein beetje azijn erop, een beetje uitwrijven en de vetvlek komt er zo uit. Azijn kan je ook gebruiken om een heel vuile microgolf proper te maken en te ontvetten van binnen. Dus eigenlijk kan je gewoon een pot met water, giet daar nog een serieuze scheut azijn in. Je zet die in je microgolf. En je laat de microgolf eigenlijk 15 minuten goed doorbakken. Dat water verdampt met die azijn erin. Alle vuilresten en alle vet die nog in de microgolf hangt, die kan je dan erachter zo uitvegen. Voilà, en dan heeft hij een pot water met azijn goed gekookt. En pas op dat je poten niet verbrandt. En dan kan je eigenlijk met een doek alle vuil gewoon mooi wegwrijven. Azijn werkt ook extreem goed als ontkalker. Nu, wat je kan doen bijvoorbeeld bij kranen of afvoerputjes, kan je gewoon een theedoek of een stukje keukenpapier goed nat maken met azijn. En het er dan ronddraaien of inleggen, dat azijn goed wat kan inwerken. Wat dat ook lukt, bijvoorbeeld hier aan een kraan, is dat wat moeilijker om een doek rond te doen. Dus dan gaan we gewoon een beetje azijn in een plastic zakje gieten. Die hangen we zo over de kraan. Zodanig dat je kop daar goed in zit. En dan kan je dat met een rekkertje bovenaan dicht doen. En kan je zo even laten weken. En de kalk eigenlijk gaan oplossen. Als je dan straks gewoon met een warme, natte doek erover wrijft, is al je kalk weg. Iedereen kent azijn ook als ontkalker voor koffietoestellen. Maar dat werkt uiteraard ook perfect voor alle andere keukentoestellen die moeten ontkalkt worden. Je hebt waterkokers, je hebt ook strijkijzers. Eigenlijk gewoon een dikke geut azijn erin. Uw waterkoker aanzetten en dat is klaar om te ontkalken. Als er vieze geurtjes in je huis hangen, kan je dat ook oplossen door een pot met water op het vuur te zetten, er goed veel azijn bij te doen en dan het vuur aan te leggen. Dan gaan de dampen die dan vrijkomen, gaan eigenlijk de vieze geurtjes weghalen. Bijvoorbeeld als er iemand in huis gerookt heeft of er is iets aangebrand in de keuken, wat kan gebeuren, dan gaat eigenlijk het azijn in de lucht die vieze geurtjes gaan verdoezelen.